In groep 7 luisteren de kinderen goed naar de juf. Nou klas, ik zie dat het een bijzondere dag is, omdat er 2 veteranen komen vertellen wat ze doen in het buitenland. Oh juf, ik zie ze al aankomen volgens mij. Hey, is het nog gelukt met die Skype-verbinding met Rashida? Ja. Oké, ik hoop dat ze goed luisteren. Ja. Hallo klas, ik ben Marietje. Ik ben luitenant Erik. Hallo majoor John. Hallo luitenant Erik. Wij zijn veteranen. Wij komen uit het leger en wij gaan vertellen over ons beroep. Wij zijn op missie geweest in Afghanistan. Van onze missie hebben wij wat foto's en die willen wij graag even laten zien. In Afghanistan heeft Nederland tot 2013 de lokale bevolking geholpen tegen gevaarlijke Taliban-strijders. Zij zijn slechts een kleine groep mannen. Maar met veel geweld proberen zij de bevolking te onderdrukken en bang te maken. Zijn alle moslims bij de Taliban? Tuurlijk niet. Het zijn er maar heel weinig Talibanners. Maar omdat zij zoveel wapens hebben, worden zij juist veel gehoord. En zij onderdrukken de goede moslims. In Afghanistan hebben wij een meisje leren kennen die heet Rashida. Dat meisje is ongeveer van jullie leeftijd en wij hebben het geluk dat we een Skype-verbinding met haar hebben gekregen. Rashida woont in een eenvoudig huisje. John en Erik hebben Rashida geholpen door haar een computer te geven met internetverbinding. Hallo, ik ben Rashida. Rashida, hoe gaat het daar op school? Meisjes mogen niet school gaan. Wij proberen wel doen. Ik kan met zusjes en vriendin wel proberen naar school gaan. Omdat de Nederlandse soldaten er waren, durfden de meisjes nu meer. Ik hoop dat het kan. Hey, ik heb gehoord dat meisjes naar school willen. Wat komen jullie doen? Wij willen graag naar school. Maar jullie zijn toch meisjes? Waarom zijn jullie nog niet getrouwd? Omdat we 11 jaar zijn. Waar wonen jullie? Daar bij die zandberg. Langzaam liepen de Taliban-strijders naar de meisjes toe, maar deden niets. We gaan even met die ouders praten. Joh, we moeten gewoon trouwen. Ja, we moeten trouwen. Nu. Meteen. De meisjes dachten dat er niets aan de hand was. Zullen we dan nu naar school mogen? Ik weet niet. Laat het proberen. Een paar dagen later waren de zusjes thuis bij hun vader en moeder. Maar wat hoor ik nou? Hoe zie ik daar nou Taliban-strijders? Geen Taliban-strijders, hè? Hey, die dochters zijn niet getrouwd. Nee, dat klopt. Ze zijn ook nog maar 11. Ja, we hebben goede partners voor hen gevonden. Dit zijn de mannen waar jullie dochters mee moeten trouwen. Hey, die mannen zijn al heel oud. Ze zijn misschien wel 28. Nee, ze zijn geen 28. Ze zijn pas 52. Nee, niet de dochters. Wij willen niet. Nee. Laat me los. Mama! In de klas zaten de kinderen ademloos naar Rashida te luisteren. Ze konden het niet geloven en hadden veel vragen. Rashida, wat is je grootste wens? Grootste wens? School mogen gaan. Ik heb een idee, als we haar nou elke week skypen. Ja, dan kan ze via ons gewoon elke keer les krijgen. Nou, ik vind het wel een heel goed idee. Gaat dat lukken, denken jullie? Ja, natuurlijk! Rashida werd digitaal geadopteerd en haar nieuwe vriendinnen lieten haar de school zien. Vanmiddag gaan we ook nog met de bal spelen. Ja. Dat is het computerlokaal. Ook had ze een plaatsje in de klas gekregen. En, zijn er nog vragen over de taalles? Oh, ik zie dat Rashida een vraag heeft. Juffrouw, wilt u verleden tijd nog eens uitleggen? Ik leg dat zo nog wel even uit. En speelde ze gewoon mee met de kinderen in de klas. Nou, hier, mag ik de bal? Hier, gooi. Hier, Rashida, de bal. Op deze manier kon Rashida veel leren en kwam haar droom op het krijgen van onderwijs een beetje uit.